De gemeente Zwarte Waterland werkt graag samen met jou aan een gezonde en sociale gemeente. Waar jij je echt betrokken voelt. Maar hoe zorgen we daarvoor? Stel, je vraagt een omgevingsvergunning aan om een dakkapel te laten plaatsen of om een overkapping te bouwen. Dan is het belangrijk om je buren bij je plan te betrekken. En dat kan betekenen dat je ze gewoon informeert, maar je kunt ze ook vragen wat ze van jouw plan vinden. Dit noemen we ook wel participatie. En dat vinden we heel erg belangrijk. Het zorgt er namelijk voor dat de ideeën passen bij de wensen van de omgeving. Bij kleine plannen, zoals het plaatsen van een dakkapel, is informeren vaak voldoende. Maar heb je grote plannen, zoals een uitbouw van je woning of het plaatsen van een hele nieuwe woonwijk, dan verwachten we dat je je omgeving vraagt wat ze ervan vinden. Misschien hebben ze er wel bepaalde ideeën bij of kunnen ze meedenken in de aanpak van jouw plan. Na de ingang van de omgevingswet dien je bij je vergunningaanvraag aan te tonen hoe je de omgeving hebt betrokken. Dus hoe jij die participatie hebt gedaan. Maar voor welke plannen is dat nu precies nodig? Nou, dat hangt af van de grootte van jouw plan. Je geeft bij je aanvraag van de vergunning aan of je de buurt betrokken hebt en wat er met de resultaten is gedaan. Oh, en trouwens, meer participeren geldt niet alleen voor jou als aanvrager. Ook wij als gemeente moeten meer participatie inzetten. Als we een omgevingsplan maken of wijzigen, moeten we laten zien hoe we inwoners, bedrijven en instellingen hebben betrokken bij de voorbereiding hiervan. Goed, je hebt nu een idee van participatie. Maar je vraagt je misschien af, hoe pak ik dat nou aan voor mijn eigen plan? Geen zorgen. Op zwartewaterland.nl/participatiewijzer vind je een aantal korte vragen om je op weg te helpen. En een aantal van die vragen zijn: wie heeft er last van de uitvoering van jouw plan? Waarover kan de omgeving meedenken? Of hoe groot zijn de gevolgen van jouw plan? En onthoud daarbij, als de gevolgen heel groot zijn, dan is het belangrijk om een uitgebreidere participatie te organiseren. Zoals je ziet, hebben al meer mensen met jouw plan te maken dan je dacht. Begin daarom op tijd met het betrekken van je omgeving bij jouw plannen. Dan hoef je later niet onnodig dingen aan te passen als je je vergunningsaanvraag al hebt ingediend. Het is misschien even wennen, maar niet meer dan logisch om rekening met elkaar te houden. Dus wil jij een vergunning aanvragen? Kijk dan eerst op zwartewaterland.nl/participatiewijzer.